En toen was het weer tijd voor een nieuwe weekvlog. Ik ben er weer. Papa en mama zijn bij ons en wij zijn nu bij de notaris aan het wachten totdat we zo meteen naar binnen kunnen. Gaan trouwen. Ik zeg ja. Het is inmiddels lunchtijd en ik heb lekker even wat groenten gesneden. Echt ook wel een tip denk ik voor jullie. Super simpel. Ik word helemaal gek, van dat gejank. Dus hier komt even een mega snelle, hoop ik, boodschappen shop vlog. En toen was het weer tijd voor een nieuwe weekvlog. Leuk dat je weer kijkt. Ik ben er weer na 2 weken offline zijn geweest op YouTube. Ik heb lekker vakantie gehad met Ed en met de kindjes. En besloten om gewoon even niet te vloggen. Maar goed, nu ben ik er weer. Het is vandaag donderdag bij ons. En weer helemaal up and running in het werkleven. Een super drukke dag voor de boeg. Afgelopen dagen waren ook best wel gevuld. Maar goed, ik ga nu even naar de supermarkt. Ik heb wat spullen nodig voor een campagne. Ik ga zo meteen wat koken. Dus ik heb mijn tasje al erbij. Ik ga wat ingrediënten halen. Ben je even het moenen naar de buurt, Ramos? Naar het moenen? Je komt er helemaal niks uit. Nee, je komt me tegen het glas. Niet doen. Ramos doet proeven, hè? Hey joh. Nog eentje. Goh. Ik heb nooit een kind zo blij gezien met eten. Jawel, ieder kind is zo blij met eten. Ja. Tenminste, dat denk ik wel. Oh jee, deze gaat breken. Nou, Ramos, kun je er weer in proeven? Nee, nee. Oké. Okay. Nu moet je wel even flikken. Ja. Dank u. Of zo ook de pan? Nee. Wij zijn lekker onderweg. Waar gaan we naartoe, Ramos? We gaan naar mama toe. Hè? Op kantoor, hè? Een lekkere grote wandeling, want het is best wel een eind lopen. Dus van Waalwijk naar Sprangkapelle. Nee, jij gaat fietsen. Papa gaat lopen, goed? Bij nader inzien was het toch niet zo handig om zo ver te lopen. Althans, het kon wel, maar het was wel heel ver. Dus wij zijn... Zo van halverwege hebben we besloten, ja, jij krijgt een stukje brood. Om te keren. En nu zitten we hier in een speeltuintje. Even een broodje te eten. Dan kan Ramos zo lekker spelen, hè? Ja, toch? Chill. Ja, hè. Dat is een broodje, die wil jij, hè? Hap. Papa? Ja? Ja, maar papa geeft even via zusjes eten, lieverd. Een wesp? Oh, ga maar bij de wesp uit de buurt. En laat hem maar gewoon met rust. Dan doet hij niks. Ja? Nou ja, dan hebben we een probleem als hij naar mij komt, hè? Ja. Hop. Ja, schat. Nog meer honger in de buik. En toen waren we weer samen. Papa en mama zijn bij ons en wij zijn nu bij de notaris aan het wachten totdat we zo meteen naar binnen kunnen. We gaan en dan trouwen. En dan gaan wij trouwen. Hè? Ik zeg ja. Zit hij dan hoor, meneer de directeur? Nee, ik ben niet de directeur. We hebben getekend. Maar ik durfde niet te vloggen, want dat vond ik een beetje gênant. Dus hij is nu eventjes dingen aan het scannen. Dus doe ik even snel toch zeggen dat we hebben getekend. Het was nu eigenlijk de bedoeling... Om lekker, we zijn trouwens thuis echt al een hele tijd, het is 9 uur. En het was eigenlijk de bedoeling om lekker samen champagne te drinken en te vieren. Alleen we zijn echt zo moe dat ik nu dus thee aan het maken ben. Ik ga zo meteen douchen en dan wil ik gewoon, nou ja, in bed gaan liggen en dan gewoon chillen. Niet eens met tv kijken, gewoon even niks en dan max 10 uur gaan slapen. Dus ja, dus dat eigenlijk. Morgen ben ik lekker vrij, dus ik zie jullie gezellig morgen. Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very sweet, sweet, sweet. How can it be such a piece of cake? Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En mijn peuter is in echt een bad mood, echt. Dus
Ik ook bijna. Net even lekker, trouwens wel een maskertje op mijn gezicht gedaan. In laten trekken en ingesmeerd, dus ik doe nu even geen make-up op. Dan ben ik altijd een beetje wit en dat vind ik altijd heel irritant. Maar dan kan het gewoon even goed intrekken en zo. Dus ik dacht er wel een beetje mascara en verder niet zo heel veel. Ik moest vandaag eigenlijk grotendeels thuis blijven. Omdat wij heel veel pakketten verwachten. En dat was laatst dus helemaal misgegaan met de levering. Dus nu ga ik gewoon voor de deur zitten bij wijze van spreken. Ik heb nu beneden een briefje opgehangen. Alsjeblieft, als je aan de deur staat, UPS, bel mij en dan mijn nummer erbij. Zodat als ik het niet hoor in de badkamer, dat ze alsnog niet zomaar vertrekken. Dus dat is een beetje wat er vandaag gebeurt. En als het op tijd is, dan heb ik daarna nog de dag om dingen te doen. En als het niet op tijd is, dan ja, moet ik gewoon wachten. Dus dat is een beetje mijn spannende dag. De meiden liggen nu op bed. Ik ben wel super blij dat zij nog 2 keer per dag slapen. Want dat scheelt echt. Dat is gewoon zo chill nu. Het is inmiddels lunchtijd. En ik heb lekker even wat groente gesneden. Courgette en paprika en een klein rood uitje. En dan ga ik zo meteen lekker hierop roosteren. En dan heb ik nog een avocado, maar ik denk dat ik die voor Bobby en Chai bewaar. En dan heb ik nog lekkere boterhammetjes. Ed is inmiddels ook thuis, want de dozen zijn allemaal gebracht. Dus we gaan zo lekker lunchen. Zin in. Zo, deze keukenprinses heeft echt een heerlijke maaltijd gemaakt. Echt ook wel een tip denk ik voor jullie. Voor als je net even iets meer tijd hebt tussen de middag en zin hebt in iets lekkers. Komt ie. Super simpel, eigenlijk gewoon 2 boterhammen. Ik heb hummus naturel eronder gedaan als lekker laagje. De groenten erbovenop. En nog wat spinazie uit de koelkast. Klein beetje avocado gedeeld met Ed en met de meisjes. Ramos is trouwens niet meer thuis, die is lekker naar zijn tante. En dan een paar blokjes feta kaas. En that's it. Dus super simpel en heel lekker. Zo, wie lust er nog een boterhammetje? Ik word helemaal gek, helemaal gek. Helemaal gek van dat gejank. Helemaal gek van dat gejank. Helemaal gek van dat gejank. Helemaal gek. Helemaal gek. Ik zou er helemaal van gaan brullen. Nee hoor. Kijk, Charlie vindt het prachtig. Ja? Kijk, jij bent hier de boosdoener, hè? Jij zit de hele tijd te huilen, hè? Nou, Geren. Ga je nou op de camera en dan doe je normaal. Ja, dan ben ik die zusje natuurlijk. Als ik ergens een hekel aan heb, is het wel het oud papier buiten zetten. En vooral in de hoeveelheden die wij altijd hebben. Maar ik moet wel, want Ed die is bezig met al het versjouwen van alle dozen die we hebben staan. Met spullen erin, zeg maar. Dus ik moet het oud papier gaan doen. Ik zoek alleen even een sleutel en dan ga ik aan de slag. Het is 7:15 trouwens, kindje ligt net op bed. Dus ik ga dat even doen en dan pak ik een douche denk ik. Even lekker op mijn gemakkie. Ja, maar goed, eerst aan de slag. We zitten op de bank. Zit op de bank. Met z'n drieën. Het is zaterdag 11:30. Ramos en ik zijn bijna. Nou ja, Ramos is bijna klaar. Ik ben klaar om te gaan. Straks even lekker met mijn moeder. Ik ben ook klaar om te gaan. En je moet je haren nog doen. En nu zijn we dus een bakprogramma aan het kijken. En echt, ze maken zo'n lekkere taart. Niet normaal. Eigenlijk zou je gewoon. Ik kijk dit vaak. En dan doe ik er niks mee. Eigenlijk zou ik het gewoon een keer moeten maken, hè, Ed? Plastic. Het paradijsvogeltje. Lekker struisvogeltje dat je erbij zit. Wat denk jij? Ik zeg even dus niks. Ed heeft vanochtend uit mogen slapen omdat ik met de kindje naar beneden ben gegaan. Vrijwillig, uit mezelf. 'S Ochtends vroeg. Dus ja, jij kan al wel raden. Vanavond komt Ruben logeren weer. Wie er morgen aan de beurt is om lekker in te slapen. Dan kan ik daarna beneden en is zelf volgens 2 uur naar boven gegaan om even om tijd voor dezelfde te hebben. 2 uur? Ja.
Dat is echt niet waar. Oh ja, ik moet dit gewoon laten zien. Kijk nou, dit is de taart. Oh, dit wil je toch meteen eten. Zo, de Albert Heijn is geweest. Ze waren best wel laat, dus ik heb een klein beetje haast. Ik ga even snel laten zien wat we allemaal hebben, want ik dacht wellicht is dat leuk. Dus hier komt even een mega snelle, hoop ik, boodschappen shop log. Vlog, dat. Allereerst een tas voor in de koelkast. Super veel Alpro, want deze was namelijk in de reclame 1 plus 1. Dus ik dacht, lekker inslaan. 2 zakjes ijsbergsla heb ik. Deze heb ik voor Ramos. Af en toe krijgt hij een toetje. En die was ook 1 plus 1 inderdaad. Dus dacht ik, nou dan doen we er 2. En nog één. Wat hebben we nog meer? Nog één. Oeh, ja, nog één. Spinazie. Philadelphia, aardappeltjes en wortel. Oh, kijk mama. Dan, ja schatje. Dan deze huttekezen. 2 grote. Ik heb runnen gehakt, want ik ga lekker chili con carne maken. Deze week. Ik heb kipfilet, ik heb kaas, hummus, champignons, mama, nog meer hummus. Ja schatje, ik ben even iets aan het laten zien, even wachten. Optimal kwark, was ook, oh ja, dat was gratis verzenden. Dus ik dacht, laat ik eens een keer iets anders nemen, want wij eten het eigenlijk bijna nooit. Maar hè, met gratis verzenden en af en toe iets anders is ook lekker. Falafelballetjes, dit is ander vega vlees. Dit heb ik nodig voor de chili. Er zit er nog meer in. Oh ja, feta kaas. Deze, dit zijn mijn alle favorieten qua snack. En ik ben altijd zo blij. Alle favorieten. Doe je sorry. Ja, dus ik was heel blij dat deze er weer zijn. Ik ook. Dit is voor in de vriezer. Blauwe bessen, frambozen en blokjes met avocado voor in mijn shake. De meiden houden van frambozen, dus die vinden dat heel lekker. Dan deze voor op het werk, deze voor thuis. Amandelmelk, bonen natuurlijk voor de chili. Dit is voor de koffie. Ook 1 plus 1 pindakaas. Even kijken. Oh ja, dit is kokosmelk. Hier allemaal lekkere crackers. Lekkere. Oh ja, knoflook. Kikkererwten. 2 keer courgettes. Paprika 2 keer. Broodjes, want Ruben komt gezellig logeren. Dus dat vind ik dan gezellig op zondagochtend. Ja, ik ook. Nog meer crackers, havermout. Oh ja, deze, want ik dacht we moeten natuurlijk mengen. Chocola en gewone. Rijst, appel, mandarijn. Wraps, komkommertjes. Eieren. Nog een keer. Avocado. Cashewnoten en babydoekjes. En that's it. En ik heb niet zo heel veel groenten besteld. Omdat ik dacht, ik ga de chili maken in het begin van de week. Of morgen denk ik. En dan ga ik in het begin van de week eventjes wat extra groenten halen. Zoals bonen en zo, dat het allemaal een beetje vers is. Want ik merk de laatste tijd iets vaker dat als ik zeg maar op zaterdagochtend de boodschappen laat bezorgen. Dat ik op dinsdag eigenlijk al vaak groenten heb die niet meer helemaal vers is. Dus dat ik liever op maandag alleen even groenten ga halen. Dus dan haal ik gewoon even een tasje hier bij de Plus, dat is dichtbij. En dan heb ik gewoon de rest allemaal in huis. En de groenten heb ik dan gewoon vers. Ja, vind ik toch net even iets fijner soms als het kan. Dus dat is het. Ik ga nu snel opruimen, want mijn moeder die is al bijna. En we moeten ook nog eten. En ik moet de meiden nog omkleden. Dus. Oh. Ik ben trouwens een hele zak vergeten. Of een mand vergeten te laten zien aan jullie. Hier zitten nog allemaal bananen. Ik heb hier nog allemaal maiswafels. Wat zit hierin? Oh, waarom zit het nou in een apart tasje? Het is toch onzin? 1 tasje voor dit. Kikkererwten. Nog meer kikkererwten. Cherry. Die zit er maar 1. Oh, Ramos. Cherry tomaten. Ja, dus die horen ze ook nog bij. Nou, wij zijn lekker aan het shoppen. De meiden zitten in de kinderwagen. Mijn moeder is even bij de H&M binnen. Ze hebben nu schoentjes aan. Hoe lief zijn die? Echt zo schattig. Wij zijn lekker naar de stad geweest. Kindjes, mijn moeder en ik. En nu zijn we weer thuis. Ik ben even een simpele maaltijd aan het maken voor de meiden. Want wij gaan vanavond frietjes eten. Oh, daar is mijn moeder alweer. Yes. Dus de meiden die krijgen even een simpele maaltijd. Couscous, doperwtjes, worteltjes en falafelballetjes had ik nog over. En Ramos trouwens, die heeft echt iets heel leuks gekregen in de stad. Kom, ze gaan het snel laten zien. Wil je laten zien? Wauw, doe maar bewegen. Zie je, Ramos heeft nu regenlaarzen met blauwe lampjes van de HEMA. Echt heel leuk. Echt een tip vind ik voor jongens. Hoe leuk.
En verder had ik eigenlijk niet zoveel gekocht, behalve deze twee hemdjes voor Ramos bij de Zeeman. En bij de Zeeman ook een majootje voor de meiden, voor in de winter. En dat was het eigenlijk al. Ik had ook niks nodig hoor, dus prima. Zijn jullie ook van die moeders die echt alles door elkaar doen? Ik heb nu verse mango. Dacht ik, oh ja, die staan nog in de koelkast. Lekker voor er doorheen, een beetje extra groente. Of extra fruit bedoel ik. Nou ja, andere mensen vinden mij misschien raar of zo, maar ik doe dit dus ook voor mezelf. Gewoon even wat extra's erin als ik het toch heb liggen. Lekker uitslapen. Dus ik heb tot 7:30 geslapen. En nu is mijn kleine man, die is lekker bij mij. We zijn samen in bed tv aan het kijken. Terwijl Ed, Ruben en de meisjes beneden zijn. Dus super chill. Ik heb al koffie gehad. Dus het gaat helemaal goed hier. Zometeen gaan we lekker beneden even ontbijten. Ik heb beneden ook al koffie gehad. Heb je ook al koffie gehad? En toen kwam het ontbijtje eigenlijk sneller dan gedacht. Op bed. Met een lekker sapje erbij. Kijk. Perfecte avocado. Zo, echt hè? Ja. Hij lijkt een beetje op jou. Ja? Nice. Wat bedoel je daarmee, Lady? De perfecte avocado. Oh. Ben je ook even in beeld? Weet je wel met een perfect avocadootje? Nee, hoef je niet in beeld? Een lekker avocado. Onze huisvriend is er weer. Nou, jij lijkt wel hierop een beetje. Hoezo? Op welk stuk fruit lijkt jij, denk je? Op welk stuk fruit lijkt jij het meest? Ik vind mezelf een soort van... Ja, ik denk toch wel een passievruchtje. Meen je dit? Nee. Ja? Ik vind meer een bloemkool. Een bloemkool. Of een broccoli. We zijn een lekker gerecht aan het maken. Een omelet en ik weet niet wat het heet is. Een chili con carne. Die gaan we vanavond eten. En we zijn nu alvast alles aan het maken, zodat we vanavond alleen maar op hoeven te scheppen en op te warmen. Vraag me eigenlijk af of ik überhaupt in deze vlog al iets zinnigs heb verteld. Volgens mij niet. Volgens mij heb ik gewoon alleen maar een beetje het moment laten zien en lekker veel sfeerbeelden en gewoon zeg maar wat we allemaal beleven. Maar ik heb volgens mij niet echt iets verteld of zo. Oh. Ik ben niet... Oh, ze... Hey, hallo, hallo. Ik word hier helemaal beklommen en gedaan door deze twee dames. Ed en Ruben die zijn even aan het tennissen en die hebben Ramos meegenomen als ballenjongen. En ik denk dat ik vanmiddag nog even met hem ga fietsen, want Ajax komt op tv, dus de mannen moeten Ajax kijken. Dus ik denk dat ik met hem even ga fietsen straks. En nu ben ik met de meiden lekker thuis. Gisteren waren we natuurlijk naar de stad geweest en toen hadden ze een middagslaapje gemist. En morgen dan hebben wij een fotoshoot, dus dan, en ik heb geen oppas, dus zij moeten dan mee. Dus ook dan is het voor hun zeg maar een drukke dag. Dus ik dacht, nu lekker spelen. Ik kreeg trouwens laatst nog de vraag of ze nog niet naar de opvang gaan, maar ze staan dus op de wachtlijst. En dat duurt dus langer dan ik eigenlijk had verwacht in de eerste instantie. Dus vandaar dat ze dus nog niet naar de opvang gaan. Maar ze staan dus wel op de wachtlijst. Ik hoop dat dat snel is, gebeurt. Want ik denk dat ze dat wel, dat ze, ja, dat het wel lekker is voor ze. Dus dat is het eigenlijk. Ik ga heel even chillen lekker. Even chillen. En er staat echt nog een hele vaat op het aanrecht. En in de vaat was er schone vaat. Dus ik moet eigenlijk ook nog wel wat doen. Maar ik dacht, dat doe ik straks wel. Wie kan mij vertellen waarom kinderen altijd spullen moeten hebben die ze niet mogen hebben? Kom. Echt. Ze trekt het er gewoon de hele tijd uit. Ja, 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 ja. Ze zei het dus, trouwens net, een van de eerste woordjes. Wat denk je dat het is? Koek. Echt koek, 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 koek. Stond ze daar bij een la, waar de spulletjes in zitten. Koek, 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 zei ze. Dat is echt te schattig. Hoho. Nou jongens, dit ziet er toch echt te lekker uit. Het is etenstijd. Ruben is er nog steeds gezellig. En wij gaan eten. De chili con carne. Het recept komt als deze vlog online komt. 2 dagen later of 3 dagen later of zo op mijn Instagram. Dus moet je daar even kijken. En dan kun je dus ook zo'n heerlijk bordje maken. En dan eten we er nog wraps bij trouwens. Als ik nu die move probeer te maken, dan denk ik dat ik dat kunnen doen hoor. Hey, jij hebt toch echt een telefoon neergelegd die... Hier. Oh ja.
Wat doet die movies dan, Ed? Nee. Ik wil helemaal niks meer. Ruben, je bent wel een beetje slecht voor mijn vlogcarrière. Hoezo? Nou, als jij er bent, dan vlog ik bijna nooit. Ik ben echt zo wit. Ik ben echt gewoon net zo wit als de koelkast hier. Doe de lampen maar uit. Ja, doe de lampen maar uit, dan zie je mij staan. Ik ben even boterham aan het smeren. We hebben de hele avond Love Island liggen kijken op de bank. En nu ga ik boterham smeren voor morgen, want Bob en Charlie moeten met ons mee gaan werken. Dus dat ga ik nu doen. En ik dacht, ik zet heel even de camera aan, want anders dan heb ik helemaal niks gefilmd het weekend. Dus bij deze, nu dus wel. Wij gaan zo meteen lekker slapen. Ruben die gaat zo meteen naar huis. Die is zich nu aan het verstoppen in de gang, want die denkt, hier wil ik helemaal niks mee te maken hebben. Wil jij nog iets zeggen, Ed? Nee? Oké. Tot morgen. Goedemorgen, het is vandaag maandag en ik dacht ik ga meteen jullie even meenemen nog heel even in onze ochtend vibes. Ik wou zeggen hectiek, maar het valt op zich wel mee. We zijn op tijd opgestaan, 6:30, om iedereen op tijd klaar te krijgen. Ik ben even aan het hijgen, want ik ben de hele tijd aan het rennen. Ramse gaat zo meteen naar het kinderdagverblijf en wij gaan dus naar Breda. We hebben een fotoshoot voor het BBB-programma dat 2 dagen nadat deze vlog online komt. Online gaat. En we hebben dus best wel heel last minute nu een fotoshoot daarvoor. Dus ik ben al lekker in mijn sportpakkie. Lekker fleurig ook, want het wordt ook 30 graden vandaag. Dus dat komt goed. De meiden die gaan ook mee. Dus Ed is hier nu aan het aankleden. Kan ik dat laten zien? Had je die shirtje van Bobby? Van Bobby, die heb ik hier. Dus dat is een beetje hoe het er nu voor staat bij ons in de ochtend. Alsjeblieft. Even nog broekjes pakken op zolder voor ze. Ramos is al aangekleed en die is al alleen aan het ontbijten. Beneden, dat vindt hij gewoon, die wil gewoon lekker gaan ontbijten, dus dat mag dan ook. Nu, even kijken. Ja. Broekjes heb ik nodig. Oh, tussen de was. Oh, daar staat hij vol met was. Hier. Hoe doen jullie dat allemaal 's ochtends? Want Ramos gaat over een paar maanden naar school, over 4 maanden. Dus dan gaat het sowieso anders worden voor ons. Dan moet er elke ochtend 1 hem naar school brengen. En dan heb je toch meer een soort van tijdsdruk. Hoewel we eigenlijk normaal ook altijd natuurlijk vroeg opstaan. Maar het gaat echt wel anders zijn, denk ik. Dus ik ben heel benieuwd. Maar goed, nu even de meiden verder aankleden. En laat ik zo meteen nog even stellig zien met eten en wat allemaal meenemen en zo. Oké, nog even een allerlaatste tip van mij. Als je dus niet van tevoren hebt voorbereid wat je de volgende dag mee wil nemen naar werk. Kan natuurlijk af en toe voorkomen dus dat niet is gelukt de avond van tevoren. Dan kun je het ook gewoon lekker zo doen. Boterhammen meenemen en een beetje rauwkost en wat fruit. En dan kun je eventueel op werk nog snijden als dat dan gaat. Hè. In mijn geval lukt dat. Heb ik toch lekker mijn extra groenten en lekkere toevoegingen voor mijn boterhammen. Of crackers of wat dan ook. Zonder dat ik per se heb voorbereid. Dus dat is nog even een tip. Gewoon zo in je tas. Heb je het lekker bij je. And we made it. We zitten allemaal in de auto. Net al even op kantoor geweest. Even wat dingen gehaald. Nu gaan we Ramos naar school brengen. En dan gaan we door naar Breda. Ik ga meteen de vlog afsluiten voor nu. Want dan ben ik er gewoon lekker volgende week weer. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe even een duimpje omhoog als je het leuk vond. Of laat even een reactie achter. En dan zie ik jullie volgende week. Ik zal het linkje trouwens als het online staat. 2 dagen nadat deze vlog online is gekomen. Even delen. Het linkje van het BB-programma. Oké. Doei doei. Je hebt kussen.